Stel je voor dat je volgende maand een examen hebt. Het zou dan slim zijn om nu al een planning te maken. Zo weet je wanneer je moet studeren en wanneer je tijd hebt voor leuke dingen. Maar hoe kan je het beste je taken indelen? Hoe schat je in hoeveel tijd je nodig hebt? Plannen en voorspellen helpen je om je tijd en energie effectief te gebruiken en om je voor te bereiden op wat er moet gebeuren. Door goed te plannen houd je overzicht, maak je betere keuzes en heb je ook nog tijd over voor bijvoorbeeld een potje voetbal of een filmavond met vrienden. Vergeet niet om tussentijds de deadlines in je planning op te nemen. Zo blijf je op schema en kun je regelmatig een taak afvinken, wat ook weer motiveert. Je kan deze vaardigheden oefenen door een lijst te maken en alle taken die je moet doen. Schrijf bij elke taak op hoeveel tijd je denkt dat het je gaat kosten en wanneer het af moet zijn. Met dit overzicht kun je je planning maken. Bekijk deze regelmatig en pas het aan als sommige taken meer of minder tijd kosten dan je dacht. En niet onbelangrijk, voer die planning ook uit. Een tip: maak een dag- of weekplanning. Zo houd je het overzichtelijk en beheersbaar. En vergeet niet, het is oké om je planning aan te passen als dat nodig is. Het belangrijkste is dat je leert inschatten wat haalbaar is en wat niet. Wil je beter leren plannen en voorspellen? Klik hier.